Hoi, leuk dat je weer kijkt naar Noon, het leukste programma voor kinderen uit Utrecht. Met vandaag in de uitzending. De opstapklas bereidt kinderen voor op de middelbare school. Vuur leren maken in de avonturenclub. En meer muziek in de klas. Mijn naam is Imke Stout en je kijkt naar Noon. Muziekles vond ik vroeger nooit echt leuk, maar een hele hoop andere kinderen wel. Goed nieuws dus voor de kinderen uit Utrecht. Ruim 40 basisscholen uit Utrecht ontvangen meer schoolgeld om aan de slag te kunnen met muziek. Basisschool De Spits uit Lunetten is daar één van. Basisschool De Spits uit Utrecht vindt muziekonderwijs op school erg belangrijk. 10 jaar geleden richtten ze de Spitsband op. Dat is een bandje voor kinderen met muziekervaring uit groep 8. Ze hebben 1 keer per week les en de leerlingen hebben het daar erg naar hun zin. Ik vind het vooral leuk en je hebt wel iets wat je ondertussen doet. En dat geeft mij wel afleiding van de stomme werkdingen op school. Dus dat is dan wel leuk dat ik dan daarna iets kan doen wat ik leuk vind. Dat vind ik wel leuk, want dan kom je allemaal een beetje samen. Want het is de 2 klassen gemixt en dan kan je gewoon samen muziek maken. Dat vind ik wel leuk. Leuk, want we doen heel veel dingen op school. En we doen altijd optredens, zeg maar. En dat vind ik ook wel leuk. En we oefenen dan iedere woensdag na school of een uurtje. En doen dat iedere woensdag. En ik vind het altijd wel gezellig. De Spitsband is een initiatief van de school. Muzieksubsidie krijgen ze hier niet voor. Volgend jaar krijgen ze dit wel en willen ze muziekles organiseren voor alle groepen. Ook voor kinderen die nog geen instrument kunnen bespelen. We hebben nu wel inmiddels de subsidie binnengekregen, binnengehaald dit schooljaar. Dus daar gaan we ook weer mooie dingen mee doen. We gaan een methode gaan we aanschaffen, daar zijn we ons op te oriënteren. We gaan wat meer instrumentarium aanschaffen, zodat ook de lagere groepen wat actiever met muziek bezig kunnen zijn. Scholen krijgen het geld van het Fonds voor de Cultuurparticipatie. Dat is een organisatie die wil zorgen voor meer muziek in de klas, omdat het belangrijk is voor je ontwikkeling. Voor je hersenontwikkeling, het heeft ook met sociaal-emotioneel, met je gewoon happy voelen. Dus eigenlijk komt het op allerlei vlakken terug, dat het ook belangrijk is gewoon. En het is superleuk, ja, absoluut. En dat muziek op school leerzaam is, daar zijn de leerlingen uit de Spitsband het helemaal mee eens. Je leert er wel dingen van, dat je ook leert de noten en zo. Ja, misschien bij de kleinere kinderen leren ze ook steeds meer muziekinstrumenten en zo. En ik denk dat ze er ook gewoon plezier van kunnen hebben. Ja, want het geeft ook goede ontwikkeling voor je hersenen. En dan krijg je ook een beetje gevoel voor ritme. Je leert mensen kennen, zeg maar, als je in een groepje bent. En het is heel gezellig, sowieso. En ik denk dat iedereen, als je het met elkaar doet, dat het gewoon heel gezellig is. En het is gewoon heel leuk om te maken. Wil je meer van Noon zien? Kijk dan op noontv.nl. Nou, mij lukt het niet hoor. Wil je nou ook heel graag vuur maken als je op kamp bent bijvoorbeeld, maar mag je geen aansteker mee van je begeleider? Gelukkig zijn er toch nog andere manieren waarop je vuur kan maken. Zo kan je toch lekker marshmallows roosteren. Dit is de avonturenclub. Elke week komen deze kinderen samen. Om spannende dingen te doen, denk ik. Vandaag gaan ze zwemmen. Geen straf met dit weer. En leren ze ook iets nieuws. Vuur maken. Dit is eigenlijk heel simpel. Nou, dan gaan we beginnen. Krijg jij een houtje. We hadden een pan nodig. En daarin hadden we hout erin gestopt. En daarna wol. Met zo'n, ik weet niet hoe het heet, maar vuurstenen. En dan moet je een soort van schrapen. En dan komt er een vonkje. En daardoor kan het wol in de fik vliegen. Ik vond het wel spannend, maar uiteindelijk heb ik het wel heel leuk gevonden. Uiteraard moet je wel uitkijken als je fikkie gaat stoken. Wat zijn de gevaren van vuur? Ja, die zijn een hele hoop. Steek je hand er maar eens in, wil ik zeggen. Dan weet je het meteen. En dat klinkt heel stom, maar dat ervaren kinderen ook. Sommige kinderen willen na vanmiddag nog wel eens proberen om vuur te maken. Maar niet dat als niemand het ziet. Ik wil wel dat er een begeleider bij is, anders is het te gevaarlijk.
We hebben ook wel eens een jongen gehad die dit deed. En die merkte meteen, hé, dat moet ik niet doen. Dus die heeft meteen geleerd hoe warm vuur is en de gevaren. En we hebben ook wel eens een meisje gehad die per ongeluk iets tegen haar broek aankreeg. Er zat een gat in. Ja, dat is heel vervelend. Was zonde van de broek. Maar die weet meteen dat ze het nooit meer zo dicht op het vuur moet zetten. Heel goed, jongens. Dierendokter Tessa beantwoordt elke week een vraag over jouw favoriete dier. Is er iets wat jij nou altijd al had willen weten? Vraag maar raak. Hey, dierendokter. Ik heb een vraag. Zijn alle slangen giftig? Hallo en bedankt voor weer een leuke vraag. Jij vroeg je af of alle slangen giftig zijn. Niet alle slangen zijn giftig. Je hebt twee soorten slangen. De giftige slangen en de slangen die hun prooi doden door ze te wurgen met hun lichaam. En wist je dat slangen ook nog iets heel anders tofs hebben? Bovenop hun hoofd zit een cel die schaduwen kan zien. Maar wat betekent dit nou voor de slang? Als er bijvoorbeeld een roofvogel boven de slang vliegt, kan de slang precies zien waar die roofvogel is. En kan dus heel snel wegslidderen. Als jij dus ooit een slang gaat optillen, doe dit dan altijd van onderaf. Want van bovenaf denkt hij dat jij de roofvogel bent. En dat wil je natuurlijk niet. Bedankt voor weer een leuke vraag. En heb jij nou ook een vraag? Stuur hem dan gewoon in. Ik heb mijn A- en mijn B-diploma gehaald vroeger. Het was namelijk op mijn school verplicht om op zwemles te gaan. Tegenwoordig is dit niet meer zo vanzelfsprekend. Namelijk nog maar op 1 van de 3 scholen wordt zwemles gegeven. Dat veel scholen stoppen met het geven van schoolzwemmen heeft verschillende redenen. Verantwoordelijke begeleiders willen voorkomen dat er ongelukken gebeuren tijdens de lessen. Daarnaast hebben kinderen vaak al een zwemdiploma voordat ze beginnen met schoolzwemmen. Schoolzwemmen was van oorsprong bedoeld om je diploma te halen, je zwemdiploma te halen tijdens schooltijd. En tegenwoordig zie je dat heel veel kinderen al buiten schooltijd met zwemles hun diploma halen. Maar het heeft ook gewoon te maken met geld. Is er voldoende geld in de gemeente om dat te kunnen betalen? Het is ook maar de vraag bij een school, past het in het programma naast alle andere lessen die gegeven worden? Veel kinderen van de WG van de Hulschool hadden ook al een zwemdiploma voordat ze in groep 4 begonnen met schoolzwemmen. Toch vinden ze dat scholen gewoon moeten doorgaan met het aanbieden van schoolzwemmen. Sommige ouders die geven hun kinderen niet uit zichzelf op, dus schoolzwemmen vind ik best wel handig. Stel, je ouders hebben geen geld om school te zwemmen, dat je kind zelf ook niet kan zwemmen, dat is best wel gevaarlijk. Omdat als je gewoon lekker aan het spelen bent en je dan per ongeluk, weet ik veel, in een sloot of zo valt, dat je jezelf wel zou kunnen redden, wat anders gewoon gevaarlijk wordt. Kinderen die bijvoorbeeld niet kunnen zwemmen, dat is heel erg. Bijvoorbeeld kunnen ze verdrinken of zo. Veel scholen kiezen tegenwoordig voor een gymles in het water met kinderen die al een zwemdiploma hebben. Dit vinden die scholen veiliger omdat kinderen al een diploma hebben voordat ze in het water springen. Je ziet ook wel eens dat er een soort alternatieve gymles in zwembaden wordt gegeven. En wat je dan bijvoorbeeld kan doen is, dan hebben kinderen al een zwemdiploma. En dan leren ze overlevingstechnieken, survival technieken. Dus je leert niet alleen om jezelf in veiligheid te brengen, maar ook om je vriendje te helpen in veiligheid te komen. Nou, dat is natuurlijk ook een hele mooie vorm. En tegelijk zwem je weer, dus je bent en in beweging. En je houdt je vaardigheid, je blijft lekker zwemmen. Wil jij weten hoe kinderen in andere landen leren zwemmen? Kijk dan op de website. Tijd voor Noon Try-Out. Iedere week test ons try-out team hoe mensen reageren op gedurfde experimenten. Noon nomineert Tamara. Vandaag ga ik in het openbaar in slaap vallen.
Na de zomervakantie gaan veel kinderen na groep 8 naar de middelbare school. Toch doet niet ieder kind dit. In Zeist is er namelijk een opstapklas. Hier bereiden kinderen zich een jaar lang voor op de middelbare school. In dit lokaal van deze middelbare school in Zeist hebben de scholieren elke dag les. In de opstapklas zitten verschillende kinderen. Zo heb je kinderen die problemen hebben met rekenen, leerlingen die eigenlijk nog te jong zijn voor de middelbare school en kinderen waarbij het thuis wat minder lekker gaat. Eerst dacht ik wel, nou, is dat wel iets voor mij, een opstapklas? Maar uiteindelijk is het wel heel leuk eigenlijk. Ik vond het eigenlijk wel een beetje raar. En nu? Ja, nu ben ik er veel meer aan gewend en zo van, oh ja, een tussenjaar is niet zo heel erg bijzonder. Ik was nog niet zo goed in bepaalde dingen, zoals mijn gedrag op mijn vorige school was niet heel goed. En voor rekenen, en dat kan je hier weer een soort van bijleren voor volgend jaar, voordat je naar de eerste gaat. Omdat ik op de basisschool bij sommige dingen echt VWO haalde. Maar bij de andere, bij rekenen bijvoorbeeld, had ik echt basis. En zei nou, als je naar de opstapklas gaat, dan kan je die lagere dingen weer omhoog krijgen. En dan krijg je misschien een advies wat helemaal bij jou past. En dat vond ik wel fijn. Als ze daar niet achter staan, dan moet ik eerst 2 maanden minimaal met ze in gevecht. Ja, dat is zonde van de tijd, want tegen die tijd is het al, weet ik veel, november, december. En dan moeten we al beslissen wat we verder gaan doen. Dat moet je niet doen. Dus als je er geen zin in hebt, vooral niet doen. In het begin van het jaar was ik heel veel aan het stressen en nu eigenlijk niet. Dan ben ik meer chill. Mijn gedrag is erg verbeterd. En ik kan ook veel beter, kan ik spelling, taal, rekenen, daar ben ik veel beter in geworden. Toch is het niet alleen maar hard werken. Zo maakten de kinderen tekeningen met hun ogen dicht en gaan zij op schoolkamp naar Schiermonnikoog. Ik kan echt voor geen meter minigolfen. Maar dacht jij dat het normaal al moeilijk was? Het kan nog veel moeilijker. Ja, bij de Globegolfbaan in Veenendaal doen ze nog een schepje bovenop. Hier speel je minigolf in Glow in the Dark. Maar is dat nou heel moeilijk? Deze helden gaan het uittesten voor ons. Dit is Lieke, zij is jarig vandaag. En dit zijn haar vrienden. Nou, spelen maar jongens. Het is wel veel leuker als het hier zo donker is of heel licht, dan is het niet zo leuk. Ik kan toch ook wel wat toevoegen, die kleurtjes? Ja, ik vind het heel grappig te zien zijn. Het geeft me een leuk gevoel. Het is wel leuk, het is wel anders dan normaal. Vertel eens hoe het normaal is. Nou, dan is er gewoon echt meer licht. Merk je nou nog dat het lastiger is omdat het donker is? Nou, niet echt, want alles is wel goed verlicht omdat al die speciale kleuren. Prima te zien dus, maar dat betekent niet dat je er zomaar in krijgt. Stop er gewoon in. Dan tel je echt helemaal bij. Elke week wordt er een dilemma gekozen voor de presentatoren. Nou, en ik ben er eigenlijk best wel heel erg bang voor, maar ik krijg er nu ook één. Of je geeft minimaal 5 mensen in 1 minuut een kopje, alsof je een kat bent. Of je gaat als kat verkleed naar de supermarkt en koopt een blikje kattenvoer. Nou, jongens, echt heel moeilijk dit. Maar wil je weten wat ik kies? Kijk dan op de website. Trouwens, de helft van de redactie zit nu in Suriname. Daar gaan we een speciale uitzending maken. Het ziet er ongeveer zo uit. Ja, ben ik alweer. Pocket in our missie, en dan kan our missie.
Dit was Noem Weer voor deze week. Volgende week kan je genieten van onze speciale Suriname-uitzending. Maar eerst ga ook ik nog even genieten van de zon. Tot volgende week! Tot noem!